Goedenavond voetballiefhebbers. Het is zover. De allereerste editie van Haagse Voetbalpraat staat op het punt van beginnen. Voordat we van start gaan, stellen we hoofdrolspelers even aan jullie voor. Allereerst Sjaak Brouw. In het dagelijks leven cabaretier, columnist en echte Hagenees. Vandaag is Sjaak de host van vanavond. En dat is de presentator zonder zijn gasten. We hebben een mooi gezelschap aan tafel vanavond. Algemeen directeur Natasja van Rinsel, admiraal. Technisch directeur Joris Matthijssen en Peter Hofstede, de technisch manager van Telstar. Dat belooft nu al veel goed. Laat de Haagse Voetbalpraat maar beginnen. Dank jullie wel. Dank jullie wel allemaal voor het zo spontaan applaudisseren. Welkom aan iedereen, eigenlijk natuurlijk hier vandaag aanwezig, aan de luisteraars van de podcast, maar voornamelijk natuurlijk aan onze hooggewaardeerde gasten van Telstar. Hier zitten ze allemaal. Geef ze eens een warm Haags applaus. Dank jullie wel. Ja, zo doen we dat. Zo doen we dat, Peter. We gaan vanavond voor de wedstrijd een klein onderhoud hebben met elkaar. Het gaat ongeveer 3 uur duren, heb ik begrepen. Tot ver in de pauze. Nee, we gaan lekker nog eventjes een half uurtje wat ouwehoeren over de wedstrijd. Over Den Haag, over Telstar en over natuurlijk de achter ons liggende transferperiode. Mijn naam is Sjaak Bal. Ik mag dat vanavond in goede banen leiden. En jullie zijn het uitzinnige publiek. Nou, ik kan je één ding wel vertellen, die knop ga ik veel gebruiken. Wie heb ik aan tafel zitten? Ik ga ze even keurig aan jullie voorstellen. Natasja van Grins van Admiraal. Je leeftijd staat er ook, maar die ga ik gewoon niet noemen, dat vind ik raar. Je bent sinds juni ongeveer de AD, algemeen directeur bij ADO. Ik heb geen geheimen en... verder, Sjaak. Wat zei je? Ik heb geen geheimen verder, hoor. Oké. 29 jaar oud. En daarvoor werkte ze 5 jaar lang bij Telstar, maar toen was je commercieel directeur natuurlijk. Klopt. En nu ben je algemeen directeur geworden. Dus dat begrijpt een bijzondere wedstrijd, ADO tegen Telstar voor Natasja. Naast haar zit Joris Matthijssen, 43 jaar, dat zeg ik wel gewoon. Technisch directeur van ADO sinds kort. Eigenlijk ook van de zomer is dat gebeurd, geloof ik. Hè? Ja. Zullen we jou gelijk eens even vragen, Joris. Heb jij ook toevallig een voetbaldatasysteembedrijf? Goeie vraag. Ja, graag een goed antwoord. Nee, ik heb helaas geen nevenactiviteit. Geen nevenactiviteit, nee. Goed zo. Technisch directeur bij Willem II geweest en 84-voudig international. Wist je dat zelf eigenlijk? Ja, dat, ja. 84. Ik moet je zeggen, ik heb er geloof ik nog niet eens zoveel gezien, laat staan dat ik ze gespeeld heb. Winnen 2, Malaga, Feyenoord ook nog gespeeld natuurlijk. En aan de overkant van mij zit, jongens, Peter Hofstede. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Die is sinds vorig jaar ook technisch manager bij Telstar. Maar wij kennen natuurlijk al spelen bij ADO. 2003, 2004 was hij hier nog, geloof ik, hè. De gouden jaren waren dat van ADO toen al. En ja, is een voetbalcarrière afgesloten natuurlijk. En kreeg toen ook een baan als scout. Daar ben je als eerste mee begonnen, hè, Peter? Ik ben bij ADO als hoofdscout begonnen, ja. Ja. En toen dacht je, dit smaakt naar meer, dan ga ik mee door. Nee, toen was Jeffrey van As technisch directeur. Ja. En die verkaste naar NAC Breda. Ja. En toen kwam die vacature vrij en daar ben ik doorgerold. Rold, ja. Want als je rolt, moet je doorrollen. Ja. Even kijken, ik ga maar eens beginnen met de allereerste vraag. Toch aan Natasja als de hoofdgeitenbreier van deze prachtige club. De eerste maanden zitten erop, hoe is het bevallen? Lekker, ik zit goed op mijn plek. Ik heb veel mooie mensen leren kennen in deze club. Ja. Gezien hoe het er hiervoor staat. Ja. Ook wel wat uitdagingen hier en daar gezien. Maar, ADO is altijd een uitdaging. We gaan lekker maar aan mensen de zijn sowieso altijd een uitdaging, Natasja. Ja. En hier zijn veel mensen, dus veel uitdagingen. Wat, noem nou eens één ding waarvoor je denkt, van ja, dat kwam mij op mijn pad toen ik hier kwam. Dat ik dacht van, hé, dat zag ik even niet aankomen. Iets waarvan je denkt, van nou, dat vond ik toch even anders dan ik gewend was bij Telstar. Als je het hebt over een uitdagend stukje, dan was dat op mijn 5e dag de brief van de burgemeester. Oh ja? Ja, dat kan ik wel vertellen, want dat was natuurlijk uitgebreid in de media. Dat ging over uitgebreid. De veiligheidssituatie, klopt. Of niet? Ja. Die had ik niet verwacht. Maar goed, daar hebben we de schouders onder gezet en dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Ja. Maar dat was best een uitdaging. Ik had me wel voorbereid op een aantal zaken, maar die stond nog niet op mijn lijstje. Nee. En hoe is het met je Haagse, Natasja? Want jij woont in Haarlem, geloof ik, hè? Hoe klopt. Is het Haags? Ken je wel een beetje de... Ja, in Haarlem praten ze heel ABN, maar... Ja, dat klopt. Nee, ik vind het wel een mooi taaltje. Er wordt al vaak al geschreeuwd vanaf de zijlijn. Ja. Mevrouw.
Maar, ja, mevrouw. Maar ik kan het zelf nog niet zo... Dat weet jij, Peter. De A-klank is heel belangrijk. Ah, mevrouw. Ik hou van jou. Ga, mevrouw. Voor jou val ik flauw. Van een flatgebouw. Kijk, dat moet er wel in zitten in het Haagse natuurlijk. Joris, aan jou dezelfde vraag. Hoe zijn jouw eerste maanden eigenlijk bevallen bij de club? Ja, ook goed. Intensieve maanden waren het. Ik denk als je de club een beetje volgt, dat we veel hebben gedaan de afgelopen maanden. Zeker bij het eerste elftal van de mannen. Ja. Er was veel te doen. Nieuwe hoofdtrainer binnen de club. Twee nieuwe assistenttrainers. Ja, en gisteren hebben we speler nummer 15 gecontracteerd. En op de valreep, toch nog? Ja, toch nog. En de reden was wat minder, uiteraard. Ja, dat had te maken met onze blessure van Hugo Wendt. Van Hugo, ja. Heel triest voor die jongen in eerste instantie, maar ook voor ADO uiteraard. Ja, tuurlijk. Was net weer geselecteerd voor Jong Oranje. En dan zo'n zware blessure oplopen, ja, dat wendt nooit. Dat doet bij iedereen pijn, maar dan moet je wel anticiperen. Want we hebben nog een keeper die geblesseerd is. En met één keeper is het toch een beetje lastig en gevaarlijk. Dus we hebben nog een keeper vastgelegd. Dan moet vaak de laatste man moet dan gaan keepen, hè? Tenminste, dat was bij mij vroeger. Ik ben nooit het niveau ontstegen van amateur voetbal, dat geef ik eerlijk toe. Maar toen moest ik als laatste man, omdat ik zo lang was, stond ik al die ballen eruit de kop. Ja. Dan moest je dan toch als keeper invallen eigenlijk. Of als je niet kon voetballen, dan moest je in het doel staan. Precies. Ja. Misschien dat daarom mijn carrière bij VUC nooit zo lang heeft geduurd eigenlijk. Het duurde één seizoen ongeveer. Maar ben je een beetje bijgekomen van de transferperiode, Joris? Ja, gelukkig wel. Het was hectisch, hè? Het was heel hectisch. Ja, het is geen normale situatie als je zoveel spelers moet vervangen en aan moet stellen. Uiteraard wist ik van tevoren hoe de club ervoor stond toen ik tekende. Een eerste taak was vanaf dag 1 een hoofdtrainer aanstellen. Ja, ja, dan ga je verder. Ja. Twee assistenten en 15 spelers. En de moeilijkste transfer deze zomer is een videoanalist. Die is niet te vinden. Oh. We hebben al 8 personen benaderd en gesproken. Maar we zoeken nog een videoanalist. Dus als iemand een tip heeft, maar zijn er, ik hoor het graag. Als je veel naar Netflix kijkt, ben je dan een videoanalist of werkt het niet zo? Ja, het wordt wel heel onderschat, die job. Het is een hele belangrijke job in het voetbal geworden. We kunnen steeds meer met die beelden. Ja. Dus de trainer wil heel graag een fulltime videoanalist erbij hebben. Het wordt tijdelijk nu overgenomen door iemand van de ADO-academie. Dus het wordt wel ingevuld. Maar we zoeken nog een definitieve oplossing. Als de mensen hier in de zaal zitten of die zitten te luisteren, of misschien mensen bij Telstar die zeggen, nou joh, ik heb vanmiddag lekker gegolfd. Ik heb er helemaal zin in. Want jullie hebben gegolfd vanmiddag, begreep ik, hè, van Telstar. Je hebt de golf aan geweest. Allemaal 10 kilometer gelopen. Kapot moe. Dus dat wordt een mooie avond. Peter, aan jou natuurlijk bijzonder. Ja, toch als oud-ADO-speler ook. Hoe is het nou om te werken daar bij Telstar? Nou, ik zat net te denken, want ik hoor het verhaal van Joris. Ik ben een beetje jaloers. Hè? Onze keeper is ook langdurig geblesseerd. Ronald Koeman junior. Is pols gebroken. Maar wij vinden niet zo makkelijk een extra keeper. Dat is denk ik ook een beetje het verschil tussen grote club ADO en de wat kleinere club Telstar. Ja. Aan de andere kant moet je ook wel heel inventief zijn om bij Telstar weer een goede selectie neer te zetten met de middelen. Ja. En ik denk dat we erin geslaagd zijn, alleen ja, de resultaten geven een ander beeld op dit moment. Ja, ja. Nou, ik kan je wel vertellen, kijk even hoe het gaat nu met ADO. Een jaar geleden stonden wij op jullie plek. Dus zo kan je er ook naar kijken, hè? Dus je kan alleen maar omhoog. Dat is natuurlijk ook. Ja, dat klopt. We kunnen niet verder naar beneden. Alleen hadden we vorig seizoen natuurlijk een uitstekend seizoen met een 9e plek. Ja. En dan zijn de verwachtingen logisch bij iedereen hoog gespannen. Ja. En ik denk dat we een betere selectie hebben dan vorig seizoen. Alleen dan zie je, voetbal is voetbal. En, wat dat betreft, de bal is rond. Het blijft toch een spelletje. En je ziet het vanavond ook. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Maar daar komen we later over te spreken natuurlijk. Als jullie de verwachting uit gaan spreken van deze wedstrijd. Ik ben wel benieuwd hoe de jongens erin zitten, Peter. Heb je daar gevoel bij? Hebben ze er vertrouwen in nadat ze... Nou, ja, tuurlijk hebben ze vertrouwen. Alleen als je 6 gespeeld 0 punten hebt, dan gaat het wel ergens in je hoofd zitten. Mm-hmm. Dus je wil een keer ergens resultaten halen. Dat de jongens ook denken, ja, je wordt heel hard getraind daar is niks op aan te merken. En de instelling is uitstekend. We hebben argumenten genoeg om te zeggen waarom we die 0 punten hebben. Alleen je wordt er een beetje moe van op een gegeven moment om iedere keer te moeten zeggen dat we 0 punten hebben. Ja. Dus we zijn hard nodig, hebben een minimaal een puntje. Ja. Nou, vroeg me of jij bent technisch manager. Joris is technisch directeur. Weet jij het verschil, Joris, tussen een manager en een directeur? Als het om, ja, ik ben, ook, ik ben ook begonnen bij Willem II als technisch manager. Ja. Ja, en doe je dan net echt iets anders? Of? Dan zit je niet in het directieteam, dat klopt. Dat is net even het verschil. Okay. Dan zit je in het managementteam. Maar
Ik denk als je technisch manager of technisch directeur, dat dat qua vak inhoudelijk niet zoveel verschilt. Oké. Heel gezegd. Dat valt er maar mee. Dus uiteindelijk ben je wel met hetzelfde bezig. Ja. Nou ja, ik moet verantwoording afleggen aan de algemeen directeur. En ik denk dat Joris dat misschien niet hoeft. Ja. Hoeveel gesprekken heb jij gevoerd tijdens de transferperiode, Peet? Mega veel. Mega veel? Want ik heb natuurlijk de afgelopen 9 jaar bij de Graafschap gewerkt. En als je dan het verschil ziet met een club als Telstar, waar je veel meer energie in moet stoppen om de spelers te overtuigen dat ze bij Telstar moeten komen spelen, met de Telstar voorwaarden. Ja, ja. Daar moet je echt veel meer energie in steken. Ja. Het is veel harder werken bij een kleinere club dan bij een grotere club. Ja. Maar dat is ook wel weer een mooie uitdaging. En bij jou jongens, heb je ook je tong... Wij hebben ook moeten praten als brugman, ja. Ja. Om spelers over te halen. Nee, ja, die gesprekken, als je 15 spelers vastlegt, ja, dan heb je heel veel gesprekken. Ja. En zegt ook wel eens een speler, die kiest voor een andere club. Dus je hebt uiteraard meerdere gesprekken. Op een gegeven moment weet je wel exact hoe je een speler moet benaderen en wat je moet vertellen. Want het verhaal doe je een aantal keren afgelopen zomer. Ja. Maar natuurlijk is iedereen benieuwd naar het nieuwe ADO, hè? Want zo noemen we het een beetje. Als je een nieuwe technisch directeur hebt, een nieuwe algemeen directeur, nieuwe hoofdtrainer, dan ga je wel een andere koers varen. Zeker. Ja, en dat wil ook iedereen weten. Dus elke speler is geïnteresseerd naar wie ADO is en waar we naartoe willen. Ja. Is het gelukt om een selectie samen te stellen. En wie zijn wat jou betreft de top aankopen bij ADO? Waar zeg je nou, daar ben ik nou. Ik heb natuurlijk persoonlijk ook al Henk Veerman, dat is die weggegaan bij Volendam. De mooie spits erbij. Toch een beetje dat Thomas Verheid gevoel kreeg ik gelijk al een beetje. Maar waar ben je zelf heel enthousiast over? Nou, voor ons was het een uitdaging. Kijk, als je wil promoveren heb je ook ervaring nodig. En juist die ervaren spelers binnen te halen, dat is een uitdaging. Zij moeten in een verhaal gaan geloven. Ja. Wij kunnen spelers binnenhalen als technisch directeur of een hoofdtrainer, die kan ook. Die traint elke dag met die gasten. Ja, ja, ja. Bedenkt de tactiek, noem maar op. Maar we hebben ook een aantal jongens op het veld nodig die kar gaan trekken. Ja. Zowel op het veld als buiten het veld. Ja. Dus die oudere ervaren spelers, dat was wel een uitdaging. Ja. En daar zijn we wel blij mee dat Henk Veerman in eerste instantie als eerste oudere speler zei tegen dit nieuwe ADO. Ja. Nou, uiteindelijk hebben we Derel van Michum, Bart van Hintem. En die score ook gelijk van Michum en van de Zander, daar ben je natuurlijk blij mee dan gelijk. Van de Zander. Ik heb een goede aankoop gedaan. Nou, natuurlijk zijn we daar blij mee, maar we zijn ontzettend blij dat die ervaren gasten ja hebben gezegd tegen dit ADO en die willen met ons promoveren. Ja. En die zijn deze uitdaging ook aangegaan. Ja. En dat is belangrijk dat je dat hebt. Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Peet, als je dan als je Joris hoort over de aankopen en we willen promoveren? Ja, jij zal dat toch hetzelfde gevoel hebben, neem ik aan. Ja, daar is inhoudelijk niet veel anders aan. Nee. Hooguit een andere categorie spelers waarschijnlijk waar wij in zoeken en waar zij in zoeken. Maar het proces is identiek. Ja. Wij proberen een zo goed mogelijk team samen te stellen binnen onze mogelijkheden. En Joris probeert dat binnen zijn mogelijkheden. Alleen, we moeten wel concurreren met elkaar. We moeten wel tegen elkaar spelen vanavond. Ja. Dus, budgetair zit daar een enorm verschil in natuurlijk. Ja, maar ja, goed, dat is wat het is. En daar hebben we het eigenlijk nooit over. Wij proberen gewoon een zo goed mogelijke selectie samen te stellen. En vorig jaar viel dat uitstekend uit. Pakte dat uitstekend uit. En dit seizoen moeten we nog even opstarten. Ja, opstarten. Dat is het juiste woord. En Natasja, voor jou de transferperiode, hoe dicht zit jij daar dan bovenop? Ben je daar ook dagelijks mee bezig of word je door Joris ingefluisterd? Of hoe werkt dat? Nou, we hadden net al over het verschil tussen technisch manager en technisch directeur. In dit geval zijn Joris en ik samen directieteam. Dus Joris is gewoon eindverantwoordelijk voor de technische kant en ik voor de algemene, de businesskant zeg maar. Ja. On the pitch, off the pitch, zoals ze dat noemen. Dus in principe zijn onze expertises gescheiden, maar we hebben nu contact. Joris en ik zien elkaar niet elke dag, omdat Joris wat meer op Rijswijk zit en ik wat meer op het stadion. Maar we mogen alle twee lang rijden naar huis, dus we bellen heel erg veel. Oh, ja, ja. Ja. We informeren elkaar heel erg veel over ons beide kanten van de organisatie. Dus ik ben heel goed op de hoogte. Ja, maar het een beetje tussen jullie twee, want dat is natuurlijk voor ons ook... Ik ben gewoon een ADO-supporter, dus ik wil graag weten hoe het goed gaat met mijn club. He, want ADO is de zon der delen, hè? Dat is alles wat bij elkaar komt. Ja, dat is leuk dat je dat vraagt, want Joris en ik hadden allebei hetzelfde toen we startten bij ADO, of eigenlijk voordat we startten bij ADO, vonden we het allebei heel erg belangrijk om elkaar eerst ontmoet te hebben, om te weten wie zeg maar je directe collega of partner in crime is in dit geval, hoe we dit gaan aanvliegen. Dus wij hebben elkaar ontmoet voordat we überhaupt de handtekening gezet hebben. En, heel slim. Het was een goede klik, we vullen elkaar goed aan. Ik denk dat we inderdaad qua karakter goed matchen en qua expertise gewoon allebei aan een andere kant zitten. Toevallig zei ik deze zomer nog
toen het toch wel wat druk werd natuurlijk. Joris had een behoorlijke tijdsdruk op spelers binnenhalen. Dat ik zei, nou, veel respect hoe je dat doet. Hoe kalm je blijft eigenlijk, hè, en hoe je ermee omgaat. En eigenlijk zei hij precies hetzelfde over mij. Ik zou jouw job niet kunnen doen. En ik zei, ik zou jouw job niet kunnen doen. Dus dat is leuk om te zien dat we elkaar goed aanvullen. Lijkt me wat dat betreft ook wel, je hebt een duidelijke taakafbakening, maar je moet toch ook elkaar de ruimte geven. Hoe zit het bij jou eigenlijk bij Peet, met jouw directie? Gaat dat goed? Ja, dat gaat prima. Alleen is dat meer gescheiden. Dus daar is minder overleg. Omdat ik dus, wat Joris al aangaf, niet in het directieteam zat. Dus ik heb een soort commissie boven mij waarmee ik alles bespreek. En uiteindelijk gaat dat naar de algemeen directeur. Dus iets anders, maar ja, in feite komt het wel een beetje op hetzelfde neer. Ja. En jij doet er nu een jaar bij Telstar. Heb je zelf ook wat gevoel van, ik zit echt in Telstar als zijnde die club? Want dat is, voor jullie alle drie lijkt me dat lastig. Nou, jawel, dat gevoel krijg je al heel snel. Op het moment dat je bij een club binnenstapt, dan ga je met elkaar iets proberen neer te zetten. Ja. Dan krijg je een wij-gevoel met de hele club. En met name Telstar is een kleine club waar iedereen heel snel achter elkaar staat. Ja. Een volksclub ook, een cultclub ook, dus dat gevoel krijg je al heel snel. En, dus ja, wat mij betreft heb ik dat gevoel van Telstar ook heel snel gekregen. En, ik kan er prettig een groot verschil met de Graafschap, waar je ook hebt gezeten natuurlijk. Ja, maar dan vooral in de grootte en uitstraling en ook inmenging van groeperingen binnen een club. Maar dat zal bij ADO alweer wat meer zijn. Ja. Nou, Telstar is dan maar wat kleiner, wat intiemer. Ja. We zitten hier met elkaar bijeen en je hoort op de achtergrond ongetwijfeld de sponsorende van de club. Dat is natuurlijk eigenlijk heel belangrijk. Hè? De sponsoren in de club, nou wel wezen, alles leuk en aardig, maar dat zijn de mensen die de club steunen. Hoe belangrijk vind jij ze, Natasja, die sponsoren, de mensen die de club een warm hart toedragen? Ja, heel belangrijk voor elke voetbalclub in Nederland. Ja. Ik weet bij Telstar als meer dan de helft van het budget ook de sponsors binnen de organisatie. En ook bij ADO is dat echt een heel groot deel. Iets minder dan de helft. Hè? Dus het verschil is iets groter. Maar dat is echt een aanzienlijk deel. Dus de financiën, en zeker bij ADO, waar de financiële huishouding toch een uitdagende, laten we zeggen, een speerpunt is. Ja. Is het belangrijk om die groep lekker te laten groeien komende jaren. Ja. Ja. En daar zet u ook op in. Jongens, hou jij daar ook nog mee bezig? Of is dat echt ver van je bed, zo'n sponsoren? Nou, dat is inderdaad wel natuurlijk iets voor Natasja, maar ja, sponsoren zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in de voetbalkant van het bedrijf. En wij dus ook. We zijn begonnen in onze eerste week met een mooi diner midden op het veld. Ja. Met een aantal sponsoren. Ja. Nou, dat was een hartstikke leuke avond. Nee, uiteraard zijn we daar ook mee bezig. Ja. We hebben op het laatste business event... Bij Miss Jones was dat. Heeft Joris de net getekende speler, op dat moment Derek van Michem, vers getekend meegenomen naar het sponsor-event en daar gepresenteerd. Ja, dat was natuurlijk heel gaaf. Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Toevallig zo uit. Ja, dat was mooi. Ja. Dat, die mazzel moet je hebben natuurlijk. Ja. Wij hebben natuurlijk in het verleden wel vaak gedacht, en dat stamt al heel ver terug uit de geschiedenis van ADO. Dan ga ik zelfs terug tot naar D. Stoop, een van de allereerste eigenaren van ADO, zou ik maar zeggen, altijd het idee gehad van, nou, er komt wel een grote sponsor en die gaat het allemaal doen. Dat hebben we met onze vriend uit China ook nog gehad, meneer Wang. Mensen hadden het idee van, nou, dan gaat het allemaal gebeuren. Wat ik zelf heel fijn vind aan de nieuwe eigenaar van ADO, meneer Bolt, dat hij zegt, ik heb heel veel vertrouwen in die club, ik zie heel veel potentieel, maar je mag het wel zelf doen. Is dat ook een instelling die jullie hebben? Van, we gaan het ook zelf doen? Bij ADO hebben we te lang achterover gezeten, heb ik het idee. Om te denken van, nou, daar komt wel iemand. En dan heb ik het over het financiële aspect. Hè? Ja, dat is leuk dat je het vraagt. Dus toen ik net begon, werd mij gevraagd van, joh, wat is het plan? Hè? Wat is het plan van de eigenaar? Daar waren vooral veel supporters en sponsors naar op zoek. Ja. Echt wat je zegt, een beetje dat achteroverleunen van, vertel ons wat je met ons clubje wil gaan doen. Ze vroeg ook aan mij wat het plan was. En toen heb ik gezegd, laat me eerst even 3 maanden de club leren kennen. Met mensen praten, met supporters, stakeholders, vrijwilligers, medewerkers, noem maar op. Om de club eerst te leren kennen en dan kom ik bij jullie terug. Dat is ongeveer nu. Dus dat is niet geheel toevallig dat je dat vraagt. Dan zijn ze een beetje voorbij, denk ik. Ja, op social media waren ze aan het aftellen wanneer het plan gepresenteerd zou worden. 10, 9, 8, ging het zo, ja? Zo ging het ongeveer, ja. Dat is maar wel goed, mooi. Vertel, ik bedoel, die 3 maanden, ja, dat, ik begrijp wel dat je een soort honeymoon-achtige situatie hebt om elkaar te leren kennen, elkaar de niertjes proeven, je kent dat natuurlijk wel. Nee. Maar welke veranderingen kunnen we verwachten dan?
Ja, dus er zijn al best wel wat veranderingen geweest afgelopen tijd. En dus een nieuw directieteam, waar natuurlijk de aandeelhouder voor verantwoordelijk is. We hebben een hele integratie van het MVO-gedeelte gehad. We hebben een integratie van het vrouwenvoetbal gehad. Ja. En we zijn met elkaar bezig om te zorgen dat... Nou, weet je, de club zeg maar, is best wel versnipperd. Hè? Dus we zitten op 4 verschillende locaties. Dat maakt het best lastig om je 1 ADO en 1 organisatie te voelen. Dus daar gaan we mee aan de slag. Joris en ik zijn dat aan het onderzoeken om fysiek iedereen weer meer bij elkaar te kunnen brengen. Maar ook gewoon vooral voor het gevoel. Echt het 1 ADO creëren, zodat iedereen zich hier thuis voelt en welkom is in het stadion. Ja. Dus er is al best wel wat gebeurd. Maar als je het hebt over het plan, zeg maar, ja, dan ligt de eigenaar hem eigenlijk terug bij de organisatie. Hè. De eigenaar zegt, ja, we mogen er wel zeg maar, de financieel eigenaar zijn, de aandeelhouder. Ja. Maar in principe is de club van zichzelf en is het de bedoeling dat de eigenaarschap terug ligt bij de organisatie. Ja. Wat ze wel graag zien, hè, maar dat ziet denk ik heel Nederland, is dat ADO weer terug gaat naar de Eredivisie, ja, waar het thuis hoort. Ja. En wat ze ook graag zien is dat de financiële huishouding weer gezond wordt. Ja, maar dat is voor iedereen rondom de club belangrijk. En ze hebben ook zeker veel respect voor de manier waarop de club, zeg maar, de cultuur en de historie. En dat willen ze zeker niet veranderen. Maar hoe we dat precies gaan vormgeven, ja, daar hebben ze ons voor aangesteld en daar gaan wij mee aan de slag. En Joris en ik gaan dat niet met z'n tweeën doen. Natuurlijk hebben wij dat geïnventariseerd en we zien dat er al veel is. Dus op de verschillende afdelingen zijn allerlei plannen. De bedoeling is dat meer samenkomt. En dat we dat die als basis gaan gebruiken om input te vragen van supporters, sponsors, alle andere stakeholders, leden van HFC, vrijwilligers, medewerkers, noem maar op. En met die input gaan we aan de slag, zodat we echt het plan kunnen presenteren en kunnen laten zien wie we zijn, waar we voor staan, waar we naartoe willen en hoe we dat gaan doen. Dus en daar dan zeg je stakeholders, duidelijk verhaal dit, stakeholders. Vind ik ook een beetje een lastig woord ook. Vind je niet, Peter? Stakeholders. Ja. Dat is een leenwoord. Hè? In het Nederlands noemen we een leenwoord. We hebben er geen woord voor. En dan halen we een woord uit de buitenlandse taal. En een leenwoord, dat veronderstelt dat je het weer terug gaat geven, toch? Je hebt het geleend. Maar vaak worden die woorden dan toch, die krijg je in je vocabulaire erbij. Vocabulaire trouwens, ook een mooi buitenlands woord. Leenwoord. Ja, ik denk maar dat de vertaling belanghebbende is. Wat versta jij precies onder de stakeholders? Iedereen die interesse en een belang heeft in ADO, op welke manier dan ook. Kijk. Dus dat geldt voor Bo, die hier dat prachtige veld neer heeft gelegd. Waar we dus heel erg goed in zijn, blijkbaar. Hè? Goed veld neerleggen, heel goed. Eerste prijs, tweede jaar de prijs. Maar dat geldt ook voor de jongens die hier voor de deur de borst staan te verkopen. Dat zijn allemaal stakeholders. Maar dat geldt ook voor supporters die hun hart verkocht hebben aan de club. Ja. En dat geldt ook voor sponsors die wekelijks komen en veel investeren. Ja. Maar ook gemeente, politie, noem maar op. Iedereen die zeg maar betrokken is bij de club. Ja, die heeft recht om daar iets van te vinden. En daar willen we graag de input van, zodat we samen dat plan kunnen spelen. En dan wordt het ook breed gedragen. De grootste uitdaging bij de club, bij elke betaald voetbalclub in Nederland, maar misschien iets meer dan bij ADO dan bij Telstar, is continuïteit. Ja. En wat we allemaal zeker weten is dat we allemaal passanten zijn in deze club. En dat het belangrijk is om een plan met elkaar te presenteren wat de mensen die hier voorbij komen overstijgt, zodat we samen verder kunnen bouwen. En je leeft eigenlijk, dat zei jongens net, van wedstrijd naar wedstrijd. Hè? Want het is heel leuk om plannen te maken, maar het resultaat telt uiteindelijk. Ja. Het was David Bowie die ooit zei, je bent zo goed als je laatste hit. En dat geldt hier natuurlijk ook voor jongens. Jij moet op dat veld wel de boel voor elkaar krijgen, samen met de trainer natuurlijk, uiteraard. Het is al, uiteraard, nee. Het is wellicht een beetje cliché natuurlijk. Maar zeker een hoofdtrainer, die is alleen maar met de volgende wedstrijd bezig. Ja. Natuurlijk heb je al een langere termijn planning. Een jaarplanning, maar de eerstvolgende wedstrijd, daar leven wij naartoe. En de rest rondom ADO, de sponsoren, supporters, die mogen dromen en die mogen zeggen, mooie start. Ja, dat soort uitspraken kunnen wij niet doen. Ja, intern wel, maar wij kijken alleen naar de volgende wedstrijd. En vanavond Telstar. Als je die wint, is het prachtig. Daar genieten wij ook van. Ja, tuurlijk. Natuurlijk, van elke overwinning moet je ook even genieten. En dan gaat de knop om naar de volgende wedstrijd. Nou, bij Kalasic is wel, heb ik gemerkt dat hij wil graag een spelersgroep. Die allemaal kunnen presteren, die allemaal in kan zetten. Dat klinkt vrij logisch, maar vaak blijven we dan toch hangen op een selectie. Want daar is nu toch weer een discussie over van de speelminuten. Hè, mensen die de speelminuten hebben. Heb jij daar ook nog eigenlijk iets over te zeggen bij de trainer? Dat je zegt, geef hem even een paar speelminuten. Of werkt dat niet zo? Nee, dat werkt niet letterlijk zo. Nee.
Natuurlijk heb ik de hoofdtrainer en de technische directeur bij een club moeten heel goed samen kunnen werken. Ja. En hebben dagelijks contact. Zitten ook dagelijks heel eventjes bij elkaar. Maar uiteindelijk is de hoofdtrainer verantwoordelijk wat er rondom de eerste selectie gebeurt op het veld. Ja. Training en wedstrijden. Ja. En ik ben eindverantwoordelijke voor de aan- en verkoopbeleid. En uiteindelijk doe je dat ook weer samen. Maar de trainer heb jij ook opgesnorkt natuurlijk, hè? Uiteraard. Wij, en ik moet je zeggen, ik vond het een interessante keuze, want ik heb natuurlijk zijn doopsel ook een beetje gelicht. In Australië getraind, in Indonesië getraind. Het is wel een man van de wereld, hè? Ja, hij is 4 jaar lang in het buitenland geweest. In mooie landen werkzaam geweest. Niet de grootste voetballanden. Nee. Maar daar leer je wel ontzettend veel van, andere cultuur. Ja. Je Engels gaat daar ook iets beter van worden, ja, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Nee, voor ons was het heel belangrijk dat het een ervaren trainer zou zijn. Ja. En hij heeft ook overwicht op de jongens, dat heb je natuurlijk ook wel nodig als trainer. Maar als ik hem zie, denk ik van nou, voor hem zou ik wel een sprintje trekken. Dat heb ik wel, als ik hem zo zie. Ja, dat zie je goed. Nee, maar dat is ook zo. Ik ga geen vergelijkingen maken, maar bij Dirk Kuyt was meer de jongen van de spelers. Met de spelers, zou ik maar zeggen. Mm. En dat heeft ook zijn merites, dat heeft ook zijn voordelen. Maar volgens mij is hij echt zo van, kom op jongens, even... Ja, dat heeft ook een beetje met zijn karakter te maken wat hij in zijn leven heeft meegemaakt. Ja, ja, zeker. Gevlucht vanuit Joegoslavië toen de tijd naar Nederland. Ja. Dat vormt je wel als mens. Ja. En dat wil hij ook overbrengen naar zijn spelers en naar de staf. Ja. Ja, het is geen beginnende trainer. Het is een ervaren trainer. Ja. En daar waren we ook naar op zoek. Ja. En daar zijn we blij mee. Heel goed. We hebben het even gehad over het belang van de sponsoren. Nou, laten we naar de wedstrijd kijken van vanavond. De Haag Telstar, Peter... Ja, hoe voelt het nou om dan weer terug te zijn bij ADO? Ik bedoel... Nou, dat is voor mij altijd speciaal. Ik heb bij deze club een speciaal gevoel. 3 jaar gespeeld, 4 jaar gewerkt. Een goede periode gehad. Dus altijd fijn. En je komt altijd weer mensen tegen waarmee je gewerkt hebt en waar je toch een soort van vriendschap mee hebt. Alleen vanavond ben ik hier niet om voor de gezelligheid. En zeker niet op dit moment. Dus ja, ik kom hier gewoon eigenlijk om resultaat te halen, simpelweg. Ja. En we gaan vanavond zien waar dat toe leidt. Maar heb je zelf een idee bij de wedstrijd? Je ziet, ADO heeft nou toch de eerste 3 wedstrijden gelijk gewonnen. Nou, dan komt er een gelijk spel bij. En dan denk ik van nou, je hebt al een paar moeilijke wedstrijden gehad natuurlijk als Telstar. Dus dat je op die nul staat, de hatelijke nul, is niet zo heel erg. Maar wat wordt het vanavond? Nou ja, voor ons is elke wedstrijd lastig. En trouwens voor ADO ook. KKD is gewoon een hele ingewikkelde competitie. Ja. En we nemen elke tegenstander uitermate serieus. Ja. Alleen je weet ook hoe het werkt. Op het moment dat je 6 gespeeld 0 hebt en je moet naar de volgende wedstrijd toe, dan ga je wel kijken of je resultaten kan halen. Ja. En dan kan een puntje resultaat zijn. Liefst natuurlijk 3 punten. Ja, maar je gaat natuurlijk wel even nadenken van ja, daar moet nou wel een omslag gaan komen. Ja. En het liefst al vanavond hier. Ja. Maar anders wordt het vervelend. Nou, ik zal je eerlijk vertellen, Peet, en dat zal me ook niet in dank worden afgenomen, maar ik heb het je net al verteld in dit voorgesprek. Ik zou een gelijkspel gunnen jullie van harte. Maar ik vrees dat Joris daar heel anders op reageerde, Joris. Vind ik nou onbegrijpelijk, Sjaak? Ja, maar ik ben een eenmabel mens. Ik denk 18 mensen komen, die zijn hier met een hele ploeg uit Telstar helemaal hier naartoe gereden. En dan denk ik van ja, wij staan wel zo goed. Jij als interviewer wil nooit neutraal blijven. We kunnen het, ja goed, maar goed, jij zegt gewoon winnen, hè? Keihard. Natuurlijk, hè. Maar dat zegt Peter ook elke week, hoor. Ja. Je gaat niet een wedstrijd in om gelijk te spelen. Van tevoren ga je altijd voor de winst. En soms kan je een bepaalde wedstrijd ook genoegen nemen met een gelijkspel. En Natasja, 5 jaar bij Telstar gezeten, wat voel jij dan vanavond? Ja, 5 jaar alles gegeven. Dat gaat natuurlijk niet in je koude kleren zitten. Nee. En zeker als ik dan al die oude vrienden weer voorbij zie komen. Niet alleen de sponsoren, maar de oud-voorzitter Pieter de Waard is ook aanwezig. En onze clubwatcher Leo Driessen. Ik gun ze echt. Ja. Ik gun ze echt punten, maar niet vanavond. Niet vanavond. Ja, nee. Ja, Peter, ik heb me laten vertellen door een beetje de... Slap is dit. Eigenlijk. Door de staf dat het 2-0 gaat. Ja. Maar ik begin ook een beetje weer terug te neigen naar... bekijken maar gaan 3-0, eerlijk gezegd. Ja, sorry Peter, ik ben ook makkelijk te beïnvloeden blijkbaar. Maar ik hoop dat iedereen een beetje die onderschatting gaat krijgen dan. Maar mag ik een voorspelling vragen aan jullie jongens? Laat eens beginnen bij jou jongens, wat wordt het nou? Ik ga geen uitslag noemen, maar wij gaan uiteraard voor de winst. En dat gaan we ook doen. We gaan winnen. Het vertrouwen is er, maar hoeveel, dat gaan we zien. Natasja? Ja, ik heb me door experts laten influisteren dat het 2-0 gaat worden vanavond.
2-0. Dus daar zet ik op in. Oké. Okay. Nou, Peet, jij zegt waarschijnlijk ook 2-0 dan, of niet? Nee, ik doe nooit een uitspraak over mijn eigen wedstrijd. Alleen hetzelfde als Joris. Ik denk dat wij gaan winnen. Ja. Ik zou het je van harte gunnen, maar eerlijk gezegd, ik ben gek ook dat ik zei gelijkspel. Ik ben gek ook. Ja, geen sorry, ik zit er meneer, mensen van Telstra zitten me aan te kijken van, wat vind jij nou? Maar ja, ik gun jullie van alles, Peter. Laat me eerlijk, ik gun jullie van alles. Jawel. Zeker wel. Ja, wat misschien leuk is om te zeggen, Jacques, het zijn niet alleen de sponsors, maar ze zijn gewoon met 97 supporters afgereisd naar Den Haag. Oh, wat leuk, dan gaan we zwaaien. Dat is bijna een record. Ja. Het zijn er heel veel. Jammer dat er geen 100 zijn dan. Dat is dan wel weer jammer. Eigenlijk. Dat is precies ja, ik vind het knap. Hè. Normaal, even ingeschat, gaan er 40, 50 naar een uitwedstrijd. En als je dan straks 7 wedstrijden nog steeds 0 punten en toch 100 man op de been kan brengen. Ik vind het heel knap. Ja. Ik hoop in ieder geval één ding als afronding, zou ik maar zeggen. Dat we vanavond allemaal een fantastische avond gaan hebben. Dat kan bijna niet anders. De uitslag zullen we over een paar uur weten natuurlijk. Maar wat het ook het resultaat is... ik vond dit gesprek wel heel erg prettig. En ik hoop dat de mensen van Telstra ook een mooie avond hebben. We een mooi voetbal gaan zien natuurlijk. En ja, dat er dan toch een klein winstje in zit van ADO. Dat mag ik mij niet kwalijk nemen toch, Peter? Je bent wel makkelijk om te lullen hoor. Om te brallen. Jawel, natuurlijk om te brallen wel, maar, toch? Ja, nee, je hebt gelijk ook eigenlijk. Maar oké, okay, laat ik je dan één ding meegeven. Jullie hebben het allermooiste muziekje in het stadion als het gaat beginnen. Dat moet ik wel zeggen. Ja, Claudia, dat mis ik. Ja, ja. Dat is er ook, Natasja. Dat heerlijke, de tornado's, dat is het mooiste wat er is. Maar ja, wij hebben natuurlijk Ode Haag. Oh, Ode Haag is ook mooi. En laat wel wezen. Ja. Veel mooier gaan ze die krijgen. Dat klopt. Peter, ik wens je alle succes vanavond. Ik wens iedereen heel veel succes vanavond. Joris en Natasja, bedankt voor het aanschuiven hier bij deze allereerste ADO-praat. En wat mij betreft, hou je goed. Hou je Haags. Dankjewel.